We staan hier bij het Vincent van Gogh Museum. Bij Vincent op vrijdag om zijn 165ste verjaardag te vieren. Achter mij staat een hele grote rij vol mensen, fans en enthousiastelingen van over de hele wereld om te kijken wat er allemaal binnen gebeurt. Let's take a look. Niks meer aan doen. Je mag natuurlijk ook gewoon party crashen tijdens Vincent's verjaardag. We zijn hier op Amanda's feestje. Alles is roze. Het is alleen maar heel erg gezellig hier. Zeker weten. Je hoeft eigenlijk niks meer te doen, behalve een beetje roze weg te glitteren hier. We zijn hier bij Mikey Biermans. Een van de drie feestjes die je kunt crashen vanavond. Het is niet alleen Vincent's verjaardag, maar ook die van Mikey. Kijk goed om je heen, het feest is in volle gang. Er wordt gedanst, er worden drankjes gedronken. Dit is Vincent op vrijdag. We zijn hier met Shamiro van de Geld, nachtburgemeester van Amsterdam. Shamiro, als je om je heen kijkt, wat vind je nou van een evenement als dit? Ik vind het heel tof hoe jong en oud hier samenkomt. En om te zien dat dat in Amsterdam zo kan. Ook hoe Van Gogh geïnspireerd raakte door Japan en met mensen bezig was en connecten. Ik vind het tof dat dat in deze tijd nog net zo hard gebeurt en dat dit samenkomt vanavond. Kon je er nou niet bij zijn vanavond, maak je geen zorgen. Elke laatste vrijdag van de maand vieren we hier Vincent op vrijdag. En dat is elke keer toch wat anders, maar je krijgt altijd lekkere muziek, DJ's, cocktails en een heleboel Vincent van Gogh. Dus je hoeft het nooit meer te missen. Volgende keer ben je erbij bij Vincent op vrijdag.